De rode schoentjes. De rode schoentjes. Oké, hey, vandaag gaan we wat techniek trainen. We gaan wat duur trainen. Dus hier om het veld heen. Skipping, hakkenbillen, dan door, daardoor lopen, dan explosief doorstarten. Dat gaan we een paar blokjes doen. Je bent door de trainer eigenlijk uit het elftal verbannen. Ja, en dan op een gegeven moment wordt er gezegd, je hebt recht op arbeid. Er wordt een trainer ter beschikking gesteld. En je mag op bepaalde tijden mag je individueel gaan trainen. Nou ja, vanochtend was er ook weer een. Kom, tik, tik. Het was niet iets waarvan je zegt van dat kunnen we gewoon zo laten gaan, zo laten sudderen. Dat vonden we niet, dus vonden we dat we het wel moesten doen. En dat doen we dan met pijn in het hart, want zo is het ook. En ik moet zeggen dat ik het zelf ook heel vervelend vind. Maar waar dan? Daar sta je voor. Hè? Je, soms moet je dingen doen waarvan je zelf vindt van, ja, nou ja, moet het nou? Ja, het moest. De rode schoentjes. Wat heb je gezegd? Nou, dat ik gewoon voel dat ik geen vertrouwen krijg van de trainer. En daardoor mis ik gewoon een stuk beleving, een stuk plezier in het voetballen. Nou, en ik denk dat het eigenlijk een beetje voor iedereen geldt. Op het moment dat je geen plezier in de dingen doet, of de dingen hebt die je doet, dan houdt het gauw op. En ik heb erbij gezegd dat ik graag daar aan het eind van het seizoen weg zou willen bij Heerenveen. Alles is bespreekbaar, behalve de overgang naar Cambuur. Dat is natuurlijk flauwkul. Dat is echt flauwkul, hoor. Er is altijd gesproken over één club in Friesland, één stadion. Ja, en dat wil gewoon niet. Dat wil gewoon de achterban niet. En spelers van Heerenveen naar Cambuur of van Cambuur naar Heerenveen, dat ligt nogal vrij gevoelig. Misschien is het nu zo dat ze een zondebok aan het zoeken zijn. Dat ze zeggen van, ja, we hebben er eentje, jongens. Kijk nou eens wat er gebeurd is. Nou moet het weer een keertje goed zijn. Neusen allemaal dezelfde kant op. En dinsdag tegen Groningen kun je daar het kan het laten zien. Naar de groep toe werkt het wel. Dus binnen de groep komt er dan ook zoveel lawaai over. Dat je zegt van, ja, maar dat kan gewoon niet meer. De rode schoentjes. Ik denk dat waar je werkt in dit métier, dat er wel eens wat gebeurt. Ja, nou is het hier een keer gebeurd. Maar er is geen affaire. Althans, ik vind niet dat we er een affaire van moeten maken. Noem het een affaire. Ik vind het is gewoon iets waarvoor ik uit mag komen. Ik neem er in principe geen woord van terug. En ik hoop gewoon dat er aan het eind van het seizoen dat er toch nog een club komt. U was niet tevreden met zijn mentaliteit? Nee. Met zijn inzet? Nee. Heb je spijt van die uitlating in de pers? Nee, helemaal niet. Je neemt er ook niks van terug? Helemaal niks. Michel Doesburg, Oosterveer, Sier, Maarten de Jong, Johan Hansma, Roelofsen, De Visser, Hellinga, Tammer. Rechtop. Wanneer vinden we Gerry Schaap weer terug op het bord? Wie weet. Binnen korte tijd. We zien wel hoe het gaat. En de rode schoentjes? Die dansten verder de hele wereld rond.